Als je in groep 8 zit, dan ben je er vast al wel eens over aan het nadenken wat je later wilt worden. En dan duurt het tegenwoordig, als je naar een andere school toe gaat, nog heel lang voordat je echt een beroep gaat leren. En dat proberen wij een klein beetje te veranderen. We komen op het Graafs Lyceum en dat is een superleuke mbo-vakschool. Op het gebied van media, communicatie, vormgeving. Heb je iets met de media, drukwerk, websites, film en video, dan is dit een superleuke school om je vak te gaan leren. Het Grafisch Lyceum heeft ons verteld wat jij moet leren als je op het mbo terechtkomt. Hè? Als je dus later toe bent om een beroep te gaan leren, welke dingen je dan moet kunnen. En die dingen proberen wij je vast aan te bieden in klas 1 en klas 2, zodat je die alvast kunt voordat je verder gaat leren. Op het Torop MAVO zijn we van plan om in de eerste en in de tweede klas al een stukje aan te bieden waarin je wordt voorbereid op het Grafisch Lyceum. Dat betekent niet dat je uiteindelijk ook op het Grafisch Lyceum terecht hoeft te komen of dat je daarvoor moet kiezen, maar wel dat je vast rekening mee houdt dat je later een keuze moet maken voor je toekomst. Ik vind het zelf heel erg leuk om te doen dat je collage kan maken, je kan photoshoppen en dat vind ik gewoon heel erg leuk om zelf te doen. En ik heb heel veel mogelijkheden om verder te komen. Je kan na deze school ook naar het Grafisch Lyceum. Voor het Grafisch Lyceum ligt het belang ook bij het feit dat ze leerlingen binnenkrijgen die met zorg voor hun opleiding gekozen hebben en dat niet vanuit een bepaalde opwelling doen. Wat we hier doen op het Grafisch Lyceum zijn opleidingen licht, geluid, camera, montage. Alle vakken die te maken hebben met het podium en de evenemententechniek. Het zijn vakken die zich vooral in de avonduren afspelen, in de weekends, altijd de dagen dat anderen aan het werk zijn. Zijn wij allemaal mooie dingen aan het maken. Op onregelmatige tijden, op verschillende plekken. Het is een vak waarin je creatief moet zijn en waarin je leuke dingen meemaakt, maar waarin je ook heel vaak heel hard moet werken. Maar waardoor je wel veel samenwerkt en dat maakt het een ontzettend leuk vak. Ja, ik doe specialisatie in geluidstechniek, niveau 4 op mbo. En daar zijn we praktisch nu bijvoorbeeld met theaterstukken bezig en ook beentjes krijgen we volgende periode en dat soort dingen. Je bent altijd eigenlijk in principe bezig met wat je later wil gaan doen. Dat is gewoon wel best wel kick om gewoon te doen al. Je kunt beentjes gaan mixen, je kunt theaterstukken gaan doen zoals we nu aan het doen zijn. En eigenlijk kun je hier in die 3 jaar dat je geluidsspecialisatie doet, kun je met alles een beetje kennis maken en dat is op zich wel heel fijn. Film en video. Dat is een beetje een algemene opleiding voor alle aspecten van een film maken. Dus van de storyboard en verhaal tot en met montage en uiteindelijk afdruk. Er komt alles erbij kijken, dus ook het filmen, de kostuums, de effecten. Allerlei zaken die daarmee te maken hebben. Ja, dat is allemaal via de school gewoon te lenen. Dus als je een camera nodig hebt voor een filmpje, dan kan je het gewoon bij de balie via docentenhandtekening krijgen. En dat gaat van camera's van schouder tot gigantische op een kar en lichten komen erbij kijken, microfoons op stokken, zowel als interviewmicrofoons en uiteraard ook montagehokjes waarin je uiteindelijk met Avid kan monteren. Ik doe lichttechniekers niveau 4. Ja, en daarvoor moet je gewoon bepaalde dingen kennen, bepaalde lichtcomputers en dus ook dit soort vakken. En dit vind ik echt ontzettend leuk. Bij het Carré College richten we ons vooral op sign. Sign, wat houdt het precies in? Nou, sign houdt alles in wat met reclameuitingen te maken heeft. Dus dat kan zijn een poster, dat kan zijn een belettering van een bus of een auto, gevelreclame en lichtbakreclame. En dat leren wij dan onze leerlingen. Nou, het is leuk omdat ze allerhande producten kunnen maken. Ze kunnen hun creativiteit erin kwijt en ze leren natuurlijk nog eens wat. Je doet veel verschillende dingen, je doet niet elke dag hetzelfde, zeg maar. Je doet leuke projecten waarbij je met verschillende programma's op de computer werkt. Ik moet dingen drukken op t-shirts, ik moet foto's photoshoppen. Ik ben zelf half Surinaams, dus daar heb ik de Surinaamse vlag erop gezet. En dit was dan een opdracht waarbij je een project moest maken waar andere mensen enthousiast zou kunnen maken om daarheen te gaan, zeg maar.
creativiteit hebt, dan moet je daar gebruik van maken en zo. Dus ja, toen ik gewoon voor deze school gekomen, Grafisch Design Rotterdam. Bij de Hildegardus MAVO richten we ons vooral op printmedia. Het leuke is wel dat je echt dingen maakt. Je krijgt echt je eigen product in handen. En daar zijn heel veel leerlingen best wel trots op. Nou, wij doen opleiding printmedia technologie. En wij krijgen zeg maar alles van het voorbereiden tot aan het nabewerken van producten. Nee, om daarmee krijg je te maken met gewoon de drukpers zelf. Zeefdrukken, gewoon nabewerken, dus snijmachines en... Wat nog meer? Ja, we krijgen ook Photoshop-les en InDesign, Illustrator. Eigenlijk gewoon alles wat je tussen het voorbereiden en nabewerken. Alles wat er tussenin zit, krijgen wij zeg maar mee te maken. Ja. Ja, je doet voorbereiden. Dat is op de computer daar zo. Dan maak je een ontwerp op de computer. En dat kan je via een programma uitwerken. En dan kan je daar zo een plaat maken. Dat kan je dan hier in de drukpers zetten. Doe je alles instellen, inkt erin en dan kan je gaan drukken. En dan kan je het daar weer schoon gemaakt en vouwen en alles eigenlijk. Dus dan heb je zo een heel circuitje. Lekker bezig zijn met de drukpersmachines en gewoon zeefdruk. Het is gewoon echt een hele leuke opleiding. Ik kan het eigenlijk gewoon niet echt goed uitleggen. Maar... Het is gewoon leuk. Maar het blijft belangrijk, je kan ook altijd nog voor iets anders kiezen. Dus het is niet de bedoeling dat als je in klas 1 gekozen hebt om het programma wat je richt op printmedia, audiovisuele vormgeving of op sign gekozen hebt, dat je daar ook in vast zit. Je mag ook altijd na klas 2 zeggen van nou, ik vind het heel leuk dat ik dat geleerd heb. Maar alles wat ik geleerd heb, kan ik ook wel bij een andere opleiding gebruiken. Dus ik kies nu voor een andere richting.